Yo iedereen, het is dat we weer vandaag met een nieuwe commentary. Jawel, we gaan er eens meteen in vliegen. De gameplay die je vandaag op je scherm ziet is een Strike Zone Domination. Ik speel hier met de MTAR met Grip en Muzzle Break, als ik me niet vergis. Ja, ik vergis me niet, want ik heb hier de gameplay voor mij. Ja, het is lang geleden, ik weet het. Maar ja, ik heb nu tijd gameplays gekregen, dus we gaan er meteen in vliegen. Hier in het begin, even kijken, man, ik ga even zwijgen. Up. Voilà, spawn trap. Ik weet het, mijn aim failde in het begin, maar ik ga daarna wel lekker vier man. Ja, het begin is gewoon, ik vind dat perfect, want daarna, ik denk dat ik op een 10 killstreak zet. En ja, het spel is letterlijk nog maar 20 seconden bezig of zo, dus dat is wel nice. Misschien ga ik het eruit knippen voor een kleine montage of zo, ik weet het niet, ik zal nog zien wat ik ermee ga doen. Maar waarover gaan we eigenlijk vandaag praten, is hoe hard één persoon eigenlijk uw game kan verpesten. Je zult dat hier ook zien. Ik zit op een hoge killstreak. Ik denk zelfs op een gegeven moment 12, 13, 14, ik weet niet. Richting Campstrike, voilà, we zullen het zo zeggen. En die ene persoon, letterlijk, ik denk dat ik, oh, ik weet niet hoeveel keer, ik denk 7 keer doodgaan in deze gameplay. De eindscore is 64-7, dacht ik. En die 7 keer, hier, voilà, 5 man, klaar. Die 7 keer, voilà, of 5 keer 5 van de 7, is door die ene persoon. Ik zal zien de naam, ik dacht dat dat Golden Scope of zoiets was, als ik mij dat goed herinner. Maar ja, gewoon één persoon kan gewoon heel je spel verpesten. Je bent op een streak, hup, die killt u en klaar. Hier, je zult ook zien rechts van onder in de gameplay, ik speel met ja, momenteel die dingen, die UAV daar, hoe noemt dat weer? Ja, boeit mij ook niet. Sidecom, voilà. Dan een hond, die hond is heel handig. Ja, die, dat is gewoon eigenlijk een, ik vind een tweede mannetje dat je gewoon beschermt. En als derde een maniac. Je zult mij ook verschillende keren de maniac zien halen, maar nooit zelf gebruiken. Ik gooi die gewoon random in de map. Ja, gewoon voor mijn teammates. Waarom? Ik vind maniac zo stom, want je krijgt geen wapen, alleen een knife. Oké, je hebt dubbel leven, maar ja, dan loopt er wel rond met een knife. En als je dood bent, is dat weer een dead. Dus dan, ik prefereer eigenlijk een wapen boven een knife. Voilà. Dus ja, ik gooi die gewoon weg. Mijn teammates rapen dat wel op, dus die mogen er dan verder mee spelen. Nu, waarover wil ik het vandaag nog wat hebben? Zie momenteel 20 killstreak. Dus ik dacht dat ik hier echt wel op een campstrike zit. Ik ging echt wel heim op die mannen. Maar ja, ik zeg het, ene kerel kan gewoon heel je spel verkloten. Golden Scope, je zult het wel zien. Dus ja, mijn kanaal. Ja, deze gameplay ga ik nu zelfs dus uploaden. Ik ben hem nu aan het inspreken. Het is wel live commentary gameplay. Allee, hij is hier voor mij. Niet echt live commentary gameplay, want dat zou ik gewoon zelf spelen, maar dat is het niet. Dus ja, de tweede gameplay die is nu aan het verzenden momenteel. Matthew, die hier naast me zit, is die aan het verzenden via Skype. Dus daar ga ik ook een commentary op doen. En die commentary gaat over IDs en van die cute equipment. Ja, dat zult u dan wel zien. Ik zat ook weer al op een mooie, ja, richting Campstrike. En dan, ik leg het u allemaal al uit, zo'n stomme ID. Hier, voilà, is een mooi voorbeeld van die hond. Die heeft gewoon uw rug, terwijl ik niet eens wist dat daar een mannetje zat. Dus het kan wel handig zijn. Ja, misschien even op bepaalde momenten choke ik mijn aim, maar je moet weten, dat was letterlijk mijn tweede matchje van de dag. Dus ja, Kim stelde voor van ja, kom, zet u achter mijn tv, ik zet de HDPV aan en ga recorden voor, hoe noem ik het, YouTube, voilà. Dus, tweede matchje van de dag is nog redelijk goed gelukt, al zeg ik het zelf. 64-7 denk ik, eindscore. En voor de rest, ja mannen, ik ben de laatste tijd redelijk actief denk ik toch. Ik denk dat ik zowat hier richt, allee, einde van de commentary ga doen. Ik ga ja, waarschijnlijk wel een liedje achterzetten of verschillende liedjes. Want de gameplay zelf, die duurt denk ik 10 minuten. Ik weet het niet of ik er stukjes ga uitediten of niet. Waarschijnlijk wel. Of, nee, waarschijnlijk niet. Want ik vind het wel leuk om het helemaal te zien, al zeg ik het zelf. Dus voilà man, ik ga het hierbij houden. Je weet het, de intro is altijd hetzelfde. Social media links zullen in de descriptie staan. Dus vergeet zeker niet de descriptie na te kijken. Een like is altijd welkom, stimuleert mij. Subscribe if you haven't already. Maar dat zal wel, want anders ben je dat nu niet aan het bekijken. En voor de rest, man, ja, deze was de boss. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Misschien nog een kleine opmerking. Het geluid, ik weet niet of het goed was. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik het met Astgo doe. De commentary opnemen. Dus ik heb zowat met de instellingen liggen rondbazuinen. Maar ik hoop dat het een beetje goed is. Dus voilà, ik ga het hierbij afsluiten, mannen. Deze was de boss en tot de volgende keer. Yo!